Ik denk dat het grootste verschil is dat we heel lang hebben gezegd van nou, we gaan thuis bevallen. En we hadden hier alles voorbereid. Je had die slaapkamer helemaal spik en span met allemaal lampjes en mooie plekjes voor foto's. En toen ging ik in het ziekenhuis bevallen. Ja. En eigenlijk kwam het zo dat we bij 38 weken in het ziekenhuis waren voor controle. En dat ik zelf mijn buik best wel klein vond. Ja. En dat vroeg aan de gynaecoloog. En dat zij zei van nou, dan wil ik toch ook even met de echo meten. Want zij voelde aan mijn buik en zij zei eigenlijk hetzelfde. En met de echo was Winter qua groei wel nog goed. Maar ook de hand weer te klein. Dus toen was de vraag, wat gaan we ermee doen? En nou ja, dan heb je de verloskundige in mij die niet uitgaat. En waar ik me best wel zorgen om maakte. Want wij varen met name op de groei op onze handen. En de gynaecoloog vaart op de groei met de echo. Dus toen was de vraag van ja, wie heeft er gelijk en wat voelt daarin het beste om te doen? En toen zei ik eigenlijk meteen, dit klopt niet, dit voelt niet meer goed voor mij. Nee. Ik heb vooral genoten van die laatste week, ook van zwanger zijn. En ook van het los kunnen laten van dat mijn buik zo leeg was. Want iedereen heeft het hele tijd over voeten bij je ribben. En ik ben dat ook gewend bij al die buiken op de praktijk. Dat die, weet je, die baby'tjes die zitten echt helemaal tot hier, dat je bijna geen lucht kreeg. En Winter kwam net boven mijn navel. Ja. En verder niet. Ik kwam ook niet verder de laatste weken. Je zag, het groeide niet echt. Het groeide niet meer door. Niet omhoog. Terwijl op de foto's leek mijn buik heel erg groot. En aan het begin van de zwangerschap was hij juist veel te groot. Ja. En eigenlijk aan het einde dacht ik, hij loopt ruim 2 weken achter. Dus toen werd hij juist te klein. Nou, toen zat de spanning echt tot hier. Ja. Dus we gingen maar bevallen. Ja. Ja. Ik vond het zelf niet erg dat we niet meer thuis gingen en dat het een inleiding werd. Ik voelde me eigenlijk... Ik had zoveel rust daarna toen ik zat te huilen bij de gynaecoloog en zij die inleiding plande. En zij vond het is allemaal goed. Toen dacht ik, ja, dit is het ook. Dit is ook goed. Maar ik kwam niet tot die dag. Nee. Ik kwam een dagje eerder. En alsnog met de inleiding. Dus dat is ook alweer knap dat we dat voor elkaar hebben gekregen. Ja. Wat heb je allemaal gedaan die ochtend? Nou, ik zou een ballon krijgen op de donderdag. Toch? Ja op de donderdag. Ja. Op de 21ste in de middag. En op vrijdag zouden we dan vliezen breken en weeënopwekkers starten om de inleiding te starten. En toen dacht ik dus, donderdagochtend is mijn time to shine, weet je. Dan moeten we alles nog opnemen en foto's maken. Stofzuigen, haren wassen, scheren. Alles helemaal ready maken voor die bevalling, want daarna gaan we bevallen. En smiddag zouden we dan nog lekker samen gaan knutselen, films kijken. Als die ballon erin zat, dacht ik, oké, we gaan even knallen deze ochtend. Dan gaat die ballon erin en daarna komen we lekker bij, chillen, even de laatste avond samen. Ja, lekker in mijn eigen bed slapen. Ja, ik zag het helemaal zitten. Ja, we hadden er zin in. Ja. Nou, echt niet hè? Nee. Dus ik heb 's ochtends nog gesport en al deze dingen allemaal afgewerkt. En toen gingen we om 2:30 naar het ziekenhuis om de ballon te plaatsen. En ik weet nog dat we met de gynaecoloog mijn geboorteplan gingen bespreken. En een van de dingen van, ik had ook een inleiding en zo daarop meegenomen voor just in case. En daar stond heel groot op, met de ballon ga ik naar huis. Ja. En ik weet nog dat de gynaecoloog tegen ons zei, oké, kom je ook wel weer terug? Ja. Nou, en toen werd die ballon met veel moeite geplaatst, want ik had al een beetje ontsluiting. Ja, 1,5 centimeter. Ja. En Winter lag heel laag met zijn hoofdje, ook al in de zwangerschap. Ja. Dus ze kwam eigenlijk met een ballon, die gaat bij de baarmoedermond en het hoofdje precies daartussen. En daar doen ze een beetje water in om dus druk van binnen op je baarmoedermond te zetten. En daarmee hoop je dat je dus 1 centimeter of 3 krijgt. Dan krijg je een beetje cadeau daardoor. En dan kan je dus de ochtend daarna vliezen breken en weeënopwekker starten. Dus dat was ook het plan. En nou ja, ik had dus al 1,5 centimeter. En het was al heel dun en heel zacht. En daardoor ging dus die ballon er heel moeilijk in. Maar goed, uiteindelijk zat hij ook. En toen gingen zij de kamer af. En toen werd het zo raar. Ja. Ik had echt veel pijn. Het deed daar beneden gewoon best wel pijn. En mijn buik ging ook krampen. En mijn lijf was gewoon eigenlijk overstuur van die ballon. En zijn hartslag schoot omhoog. Dus dat was mentaal ook echt wel heel ingewikkeld. Want ik merk gewoon als ik terugkijk op mijn zwangerschap. Ja, het was gewoon stressvol de eerste 20 weken door het CMV-virus wat ik had gehad. En mocht je daar trouwens niks over weten. Op Jessa website staat een blog daarover. En
eigenlijk had ik één spanning, één angst voor ook mijn bevalling. En dat is iets wat ik ook altijd doorneem met cliënten en met cursisten bij mij. Van hoe zet je zo'n angst en spanning om tot kracht? En dat was met name, ja, het was er eigenlijk maar één. Ik vond alles, het verloop prima en keizersnede allemaal prima, zolang hij het maar goed deed. En dat kwam toch een beetje, denk ik, door die zwangerschap. Ja. Dat we zoveel stress hebben gehad of hij gezond zou zijn en of die überhaupt zou komen. Of dat we de zwangerschap moesten afbreken. En ja, ik heb gewoon alleen maar gedacht, als hij het maar goed doet, als hij het maar goed doet. En toen schoot met die ballon die hartslag al omhoog. En echt, ik schoot in die angst dat ik dacht, oh mijn god, hij gaat het niet goed doen. Hij doet het niet goed, hij reageert hier al op. Hoe moet ik nog bevallen? Dat vond ik echt een heel spannend moment. Ja. En terwijl we vooral aan het wachten tot zijn hartslagje weer normaal werd. Ja, want dan ging ik naar huis. Ja. Ondertussen, jij was uit bed gegaan, die was naast het bed gaan staan al. En ik dacht, nou, je bent gewoon, die zit al te puffen. En toen was het even rustig en dan had je weer pijn. Dus ik dacht, nou, daar zit gewoon ook wel een ritme in. Ja, dat had ik zelf echt niet meer door. Ik was zo, het ging zo van 0 naar 100, dat ik echt een soort error had. En ook omdat ik alleen maar dat CTG kon bekijken van wanneer gaat zijn hartslag nou zakken, wanneer wordt hij weer normaal. Ja. Dat ik eigenlijk niet zo goed door had wat er aan de hand was. Ja, ik dacht wel gelijk, ja, je gaat gewoon op die ballon. Maar jij niet. Nee, wie gaat er nou op de ballon? Ja, mijn klanten wel. Bij mij in de praktijk niemand. Dus nee, ik had het niet verwacht. Ik dacht, het wordt heel, nou ja, zoals een boekje, weet je wel. Ik kom morgen terug. Maar niet. Nee. En je had dus ook niet de spullen mee. Nee. Want je ging pas de dag erna bevallen. Ik ging op vrijdag bevallen. Ja. En ik weet dat ik op een gegeven moment naar de wc ben gegaan. En daar maar een beetje alles zat weg te puffen. En toen moest ik ook overgeven. En dat jij op een gegeven moment zei, ik ga in ieder geval spullen halen. Ja. En dat ik dacht van, ja... Doe maar. Ja, ik dacht, je gaat gewoon bevallen. We gaan nergens meer heen. En ik ging de spullen halen, maar ook zonder overleg met de verpleegkundige. Dus toen ik terugkwam met die spullen, had ik zoiets van, oké, jullie gaan niet meer naar huis? Ik zeg, nee, we gaan bevallen. Ik had lichtjes opgehangen al. Ik was gewoon overtuigd. Ik denk, ja, let's go. We gaan ervoor. Ja. Ja, zij waren nog niet zo overtuigd in het ziekenhuis. Wij wel. Wij gingen nergens mee. Nee. Ja, ik was de spullen gaan halen en Brent was hier alleen thuis nog. Die dacht ook, nou, die zijn ze weer terug. Dus ik kwam thuis en ik ging de spullen bij elkaar rapen. En hij heeft blijkbaar tegen mijn moeder toen gezegd van, ja, mama was helemaal van de kaart. En die tegen zichzelf te praten van, ik moet dit nog, ik moet dat nog. En ze was weer het huis aan het rennen. Dat heb ik zelf niet echt zo meegemaakt, maar was toch wel grappig om dat terug te horen. Ik zei tegen hem, ja, de baby komt eraan. Ik ga oma zo meteen voor jou bellen. Die gaat voor jou zorgen. Kunnen jullie lekker samen eten? Misschien logeren, misschien komt oma hier. Ik zeg, ik ga het voor je regelen. Ik zeg maar, ja, ik moet snel weer terug, want ja, Loos heeft gewoon al weeën. Hij vond het oké, hè? Ja. Hij was helemaal niet... Hij moest vooral erg om mij lachen, dat ik zo verstrooid hier aan het rennen was. Ja. Dan denk je dat je alles hebt voorbereid. Ja. En toch waren we een beetje onvoorbereid. Ja, ja, dat was echt wel een beetje een error, maar... Ja, maar je was best wel snel terug. Volgens mij met de half uur. Ja. En ik heb alleen maar, ik was in dat half uur alleen. En dat vond ik denk ik het zwaarste stuk van mijn bevalling. Dat half uur. Niet per se, ja, tuurlijk, ik miste je en dat je er niet was. Maar vooral dat ik niet goed kon plaatsen wat er in mijn lijf gebeurde. En dat ik al aan het overgeven was. En ja. Je had nog geen bevestiging ook van de verloskundige dat je aan het bevallen was. En dat vond ik heel eng. De ballon zat er nog in. Ja, ik vond het heel spannend dat ik dacht... Want op een gegeven moment kwamen ze terug en toen zeiden ze ook van, ja, dit kan ook gewoon een reactie van de ballon zijn. En toen dacht ik, oh my god, als dit de ballon is, hoe moet ik bevallen? Ja. Dit is al zo heftig en zo pijnlijk en gewoon overweldigend vooral. Ik dacht, nee, maar dat komt helemaal niet goed. Nee, want je had ook je ux aan, toen je helemaal bezweet was, je legging. Een dikke trui. Je haar los. Ja, ik was niet helemaal beval ready nog. Nee, het eerste wat ik heb gedaan toen ik terugkwam. Ja. Jou uitgekleed. Ja. En je... Vlecht erin. Ja, je haar vast. En jij zei tegen mij, schat, je bent gewoon aan het bevallen. En toen kon ik wat meer... Toen kwam er ook goed ritme in die weeën. Ook wat meer die opbouw. Want het was vooral heel veel pijn en dan niks. En toen kwam er toch een beetje die golf gelukkig. Ja. En daar wist ik mee om te gaan. Ja. Dat scheelde echt. Ja, je ging echt heel snel in je eigen bubbel. Je ogen dicht. Ja, het was toch een groot voordeel, denk ik, dat ik
in ieder geval zo heb ik het wel ervaren met mijn bevalling, ook vanaf het begin. Dat ik wist gewoon alle opties en ik wist wat allemaal kon. En ik wist ook wat voor mij werkte om te gaan met de pijn. Ja. En dat is vooral die hypnobirthing oefeningen en dat stukje zelfhypnose. Dus eigenlijk kwam ik daar heel snel in. Ja. Het was weg. Ja. Heel gezellig voor jou. Ja, dat was echt top. Ik heb wel vanaf het begin van voor het plaatsen van de ballon ben ik al begonnen met filmen en fotograferen. Ja. En ook ja, toen het gewoon begon ook. Gewoon alles vastgelegd. En het voelde soms wel een beetje ongepast of zo. Want dan zit zij precies in een pijnlijk stukje wee en dan zit ik dat toch vast te leggen. Maar ja, ik ben dat ook wel weer gewend van mijn werk natuurlijk. En ja, ik kon echt niks voor jou doen. Ik kon je niet aanraken, je wou niet om me heen of zo. Dus ik denk, dan ga ik het maar vastleggen. Maar het is grappig, want je benoemt het als dat je niks hebt gedaan. Maar dat is niet waar. Ja, zo voelde het wel voor mij op dat moment. Ja, had je het anders verwacht? Ja, ik dacht, het kan twee kanten op. Je kan of als een koala heel de tijd omheen hangen dat ik niet meer naar de wc kan. Ja. Of je gaat helemaal in je eigen bubbel. Ja. Nou, dat werd het dus. Ja, het werd wel echt een bubbel. Maar doordat je er was, dat was echt al genoeg. Dat is zoiets bizars, dat heb ik echt wel onderschat. Gewoon dat ik je kon zien en dat ik je kon horen en dat ik wist dat je er was. Dat als ik mijn ogen opendeed, dat ik je zag. Dat was gewoon, dat gaf zoveel rust. Dat was genoeg. Ja. Dan kon ik die weeën doen en dan wist ik ook dat jij de rest zou opvangen. Dat als ik wel iets zou vragen of iets nodig had, dat je er acuut zou zijn. Ja. Je had zoveel kalmte, ook in je uitstraling naar mij. En weet je, je bent mijn safe space en daardoor... Jouw safe space werd zo die bubbel om mij heen. Het was juist heel fijn. En toen moest ik een podcast voor je opzetten. Ja. Nu wordt het heel raar. Ja. Oké, dus we hadden 10 playlists mee. Met allemaal fijne muziek. Met allemaal dingen waar ik energie van kreeg. Of juist van kon ontspannen. Maar ik wou moordkasten. Ja. Ja, moordkast. Maar ik snap nu ook wel een tijdje later een beetje waarom ik dat zo fijn vond. Kijk, op een gegeven moment we hadden geaccepteerd, dit is bevallen. Ja. Ik ga bevallen. Ja. En ik was moe, want het was het einde van de dag. En ik had al de hele dag schoongemaakt, gespoord, gepoetst, mijn haar gewassen. En we hadden geen moment rust genomen, want we gingen rusten na die ballon. Maar toen ging ik bevallen. Dus ik was echt wel uitgeput. En dat nekte mij niet, maar ik dacht wel van ja, waar zit nu mijn behoefte? En dat zit eigenlijk bij naar bed gaan. En als wij naar bed gaan, dan luisteren we altijd even een stukje podcast om in slaap te vallen. En eigenlijk ben ik met de eerste 2 minuten al weg. Ik heb geen verhaal ooit afgeluisterd. Maar de stem van die podcast herinnert mij gewoon aan de veiligheid en de warmte van ons bed. Dus op een gegeven moment, volgens mij was ik uit de douche of zo met die ballon. En toen ben ik in bed gaan liggen om gewoon even wat energie te sparen. En toen kwamen mijn weeën denk ik om de 3-4 minuten. Ja. Dus ik had ook wel echt de ruimte om die pauze even te voelen en te pakken. Dus toen ik dat merkte ook onder de douche, toen dacht ik ja, dan wil ik eigenlijk gewoon even liggen op mijn zij. Zodat ik echt even kan landen tussen die weeën door. Toen dacht ik ja, maar ik lig in bed en ik wil kunnen chillen. Ik heb die podcast nodig. Ja. Ja, en je zei ook echt na elke wee, als die wee weer voorbij was, van oh, nee, en nu vergeet ik weer heel de pijn, hoeveel pijn het doet. En dan begon die weer, oh ja, ik weet het weer, ik weet het weer. Ja. Ja, het is echt zo maf. Je vergat echt, het was net, die wee was net klaar en je was het al vergeten hoe de pijn voelde. Ik kon zo goed ontspannen tussen die door. En dat kwam door en die hypnobirthing oefeningen, denk ik, en de veiligheid, maar vooral ook gewoon... De mogelijkheid om iedere keer te kunnen inchecken bij mezelf. Ook door trucjes hoor, maar wat heel fijn werkt. Van wat heb ik nu nodig? En dat was inderdaad mijn pyjama aan. Ja. In bed met de deken. Ja. Alsof ik thuis in bed lag. En dat was zo fijn. En die podcast op. En ik was echt weg tussen die weeën door. Ja. Ik kon me focussen op die podcast, op het verhaal, op haar stem. Maar ja, als die golf dus kwam... Dan bouwde die op en dan halverwege die opbouw tot die piek, dan dacht ik, oh ja, shit, dit doet wel echt pijn. Zakte die piek en dan dacht ik, nou, het valt eigenlijk wel mee, het gaat best wel goed. En dan kwam die pauze. En dat is ook wel een trucje wat ik vanuit mijn achtergrond ken, om heel erg te focussen op dat zakmoment. Dus mijn aandacht zat in dat zakmoment.
Dus die opbouw van die piek ervaarde ik niet heel erg. Tot dat hele kleine stukje. En dan kwam die zak. En dan dacht ik, oh, het is best prima. Ja. Maar ik heb het er zelf verteld aan je. Ja. Dat ik dacht, oh, het doet toch best wel pijn. Ja, je hebt het een paar keer gezegd. Oh, ik vergeet het steeds. Dat het pijn doet. Ja. En ik heb er toen wel voor gekozen om het te laten toucheren. Dus voor inwendig onderzoek. Sowieso ben ik daar niet anti op of zo. Ik had daar niet echt in mijn geboorteplan een afspraak over of ik het wel of niet zou willen. Ik heb dat gewoon heel erg open gelaten. Dat kan je ook niet helemaal vastleggen van tevoren, denk ik. Maar ik vond het wel heel fijn dat de verloskundige van het ziekenhuis even keek voor die ballon. Want die zat er nog in. Ja. En ik moest ook gewoon horen van haar dat zij ook zei, ja, dit is wel echt je bevalling. He, van dat ik niet meer naar huis hoefde. En je had gewoon ook echt heel veel pijn van die ballon. Je voelde die ballon zitten. Je zei ook, die ballon moet eruit. Dat voelt niet goed. Ja, die ballon moest er echt uit. Want ik had dus niet alleen zeg maar, de weeën in mijn buik en de krampen daarvan. Maar ik had dus ook van binnen die baarmoedermond waar continu die druk op zat door de ballon. En dat voelde niet meer eerlijk. Dat ik dacht, ja, ik heb nu een weeënpauze. Ik heb rust. Het gaat goed. Ja. Maar ik hou die pijn van binnen. Maar die ballon was los. Ja. Na 2 uur, denk ik. Ja. Anderhalf uur. Ja, om 3 uur begon het. En om 5 uur is die ballon eruit gehaald. En dat was echt ook... Het was voor jou veel beter op te vangen. Opluchting. Ja. Echt opluchting. Ja. En toen wist iedereen, oké, check, ze blijven. Ja. We gaan bevallen. Ja. En toen gingen we lekker door. Ik denk dat die podcast duurt een uur. Ik denk dat we er 2 of 3 hebben gehoord toen. Ja. En... We mochten ook echt niet stoppen. Je moest echt goed in de gaten houden. Bijna afgelopen was, dan moest ik de volgende alweer opstarten. Ja, ik hoorde aan het verhaal dat we op het einde kwamen. Dan denk ik, nee, ik wil er nog één. Ja. Kies er meteen één. Ja. Ja, dat ging eigenlijk echt allemaal wel heel goed. En ook in energie. Ik ging een beetje van de douche naar staan, naar op bed en weer terug. Heel veel squatten. Heel veel squatten. Ik weet niet waar dat vandaan kwam. Maar gelijk al. Ja, ik dacht eigenlijk een stukje verder pas. Nee, toen ik terugkwam van spullen pakken, toen was je al in die squat. Oh, ja. Bizar. Ja, onder de douche en toen op de wc. Ja. Het is niet meer gestopt. Zou ik het even voordoen? Wat ik deed? Ja, laat het even zien. Oké, elke week. Ook moet in beeld blijven. Ja, wacht. Als je mijn kont kan zien, gaat het goed? Ja. Deed ik volgens mij dit. Ja, nog dieper. Nog dieper? Ja. Nee joh. Ja, je raakte echt die wc-bril aan. Ja. Top. Ja. Nou, het werkte. Het werkte. Alleen ik had 's ochtends dus ook gesquat. Dus ik had wel een beetje spierpijn daarna. Maar dat was het enige waardoor ik die wee echt goed kon handelen. Ja. Dus afleiding met geluid, jou zien, in mijn hypnose en die beweging maken. Ja. Continu die beweging maken. Onder de douche, op de wc, naast het bed, op een skippy. En ik ging steeds een voetje tegenhouden. Met een beweging die zich helemaal afzetten. Ja, Winter vond het erg leuk. En zijn hartslag bleef ook hoog, maar ik heb het wel uitgeschakeld. Ik kon wel echt dat stukje zeg maar, aan zorg teruggeven aan het ziekenhuis, aan de verloskundige die er stond. Dat ik wist, zij kijkt gewoon mee op de achtergrond. En zolang ik hem maar kon blijven horen, dat vond ik wel heel fijn, wist ik ook van nou, dan komt het goed. Ja. Maar die voet die zat hier. Ja, moest ik dan zo tegenhouden, is de wee. Ja. Dat is echt heel fijn. Ja, ik voelde hem ook echt heel hard duwen tegen mij. Het was te veel prikkel. Ik had dan en die wee en die golf waarop ik aan het focussen was. En dan maakte ik die beweging. En dan had ik dus ook nog last van iets onregelmatigs wat gewoon plots kwam. Dat was die voet. Die dan mij uit die bubbel haalde. En op een gegeven moment na 2, 3 weeën dacht ik, ja shit, dit lukt me niet. Ik kan niet alles verwerken, zeg maar. Dus op het moment dat jij... Dus ik ging squatten en jij ging hier duwen. Ja, onder de douche. Onder de douche. Ja. Dat hielp echt heel veel. Ja. Een beetje tegendruk eigenlijk, maar dan op een gekke plek. Ja. Ja. En hij werd ook wel rustiger. Ja. Dat scheelde ook. Ja. Oké, en toen hebben we wel gekeken hoeveel centimeter ik had op een gegeven moment. Gewoon om te weten waar ik stond, vond ik fijn. En dus om Leslie te kunnen bellen, geboortefotograaf. En toen zei ik nog, oké, realistisch met deze weeën en het verloop en net die ballon eruit... als we 4 centimeter hebben, zijn we blij. Want ik merkte gewoon precies waar ik zat in het proces. Ja.
En dat heeft me ook heel veel rust gegeven. Dat is toch ja, het voordeel van verloskundig zijn. Of je moet een goede cursus doen dat je dit dus weet. Want het geeft zoveel rust dat ik niet bezig hoefde te zijn met hoe verloopt een bevalling, wat is realistisch, dus waar word je dan blij van. Ik probeer het heel erg op die manier te bekijken. Zodat je dus niet zegt van, kijk, als je niet weet wat er allemaal in je lijf gebeurt, dan had ik nu misschien wel gedacht, nou hopelijk heb ik 6 of zo. Dan was het best wel een teleurstelling. Ja. En nu wist ik, oké, met deze weeën, met wat mijn baarmoedermond allemaal moest doen, met het verloop en de tijdsduur, is het nu passend om 4 centimeter te hebben. En toen had ik 4. Ja. Dus toen, dat was, ja, was echt wel goede motivatie. Ik dacht, oké, ik schat het goed in. Dat was fijn. En 4 was gewoon, ja, zaten er gewoon lekker in. Ja. En toen heb ik Leslie geappt, onze geboortefotograaf. Ja. Die was nog op een kerstdiner en met haar kindjes. En ik zei, als je ongeveer over 5 kwartier gaat rijden. Ja, ik dacht, dan komt ze aan, ongeveer 2 uur later. En dan hoop ik dat we op 6 zitten. En dat zou een mooie start zijn voor haar om te beginnen. En dan, dan heb ik waarschijnlijk ook echt niet meer de ruimte om zelf foto's te maken. Ja. Ik had niet gedacht dat ik graag wou dat ze kwam. Nee, ik had het ook niet zo ingeschat. Ik dacht dat ik meer het gevoel zou, maar ik had dat helemaal niet. Ik dacht, ik regel het zelf wel, het komt wel. Ja. Maar jij zat heel de tijd om haar te vragen. En ik snap nu mijn eigen klanten ook meer. Die zo die behoefte hebben dat ik er dan ben. Ja. Maakt ook niet uit hoe ver ze dan zijn, maar ik moet er gewoon zijn. En dan kunnen ze dat loslaten. Ja, ik was er niet actief mee bezig, maar toch mee bezig. Ja. Ik merkte gewoon van, er is nog een poppetje wat mist. En wat als ik doorschiet? En ik merkte ook dat ik hormonaal in die volgende fase kwam. Ja. Je hebt tot ongeveer 5 centimeter fase 1 van die bevalling. Dat is een beetje latente fase en daarna die actieve fase. En ik merkte gewoon dat ik steeds meer in die hypnose kwam, steeds verder wegschoot. Dat die weeën qua intensiteit toenamen en qua frequentie, qua druk. En toen dacht ik, ja, wat als het nu snel gaat? Ik wil niet meer bezig zijn met centimeters. Ik wil gewoon dat iedereen er is, dat als het zo loopt, dat het oké is. Ja. Dus volgens mij heb ik elke week gezegd, wanneer komt ze? Ja, is ze er al? Nee, vertel nou, ik heb er gewoon instructies gegeven. Dat komt helemaal goed. Zij is er gewoon op tijd. Ja, ze was ook op tijd. Ja, ja. Ja, ik had gewoon veel te veel energie verbruikt voordat ik ging bevallen. Maar ja, dat weet je gewoon niet. Ja, we zitten nu ongeveer rond 10 uur. Want toen kwam Leslie ook binnen en toen zei je nog, nou, ik wil dat je je oordoppen mee hebt genomen. Want ik maak aardig wat geluid. Voor mijn gevoel was ik aan het schreeuwen bij elke week. Ik echt hartstikke mee. Maar ik merkte dat dat wel echt iets was. Geluid maken en gewoon, ik weet ook niet wat er echt uitkwam, maar dat gaf zoveel rust ook terug in mijn lijf. Ja. Dat ik mezelf kon horen. En dat ik ook hoorde van hoe gaat die golf. En daardoor miste ik wel telkens een minuut van die podcast. Dus we hebben die podcast ook uiteindelijk nog een keertje beluisterd. Ja. Dus ik had er heel veel niet meegekregen. Maar goed, toen bij 6 centimeter, toen kwam ik eigenlijk op hetzelfde punt. Dat ik dacht, oké, ik wil wel weten hoe ver ik ben. Heb ik 6, dat kan ik nu wel inschatten met deze weeën en de tijdsduur. Zijn we blij, want dan vordert het wel zoals ik ook zou verwachten met wat ik voel. Maar het was qua intensiteit zoveel. En ik had echt wel een beetje persdrang. Dat ik dacht, ja, ik kan ook best wel wat verder zijn. Misschien heb ik 8. En toen maakte ik eigenlijk onder de douche in mijn hoofd al 2 keuzes. En dat ik dacht, is het 6, dan wil ik nu wel iets van pijnstilling. En is het 8, dan ga ik zo door. Want dan haal ik daar zoveel motivatie uit dat ik er bijna ben. Ik zat gewoon aan mijn tax om het een goede ervaring te kunnen noemen. Ja. En dat waren 2 dingen die niet met elkaar kruisten voor mij. Ik wilde hoe dan ook gewoon een goede ervaring. Dus ik ging niet mezelf er doorheen pushen. Had gekund. Want je wil geen pijnstilling. Maar ik dacht, nee, weet je, ik kies wat ik nodig heb op dat moment om een goede ervaring te houden. En ik had het ook niet eens met jou overlegd. Nee, dat zei je. Want je zei, ik wil nu morfine. En je had het geregeld. En toen zei ik, sorry, ik heb het niet eens overlegd. Ik zeg, nou, het is toch prima. Jij moet het doen. Ja, we hadden het van tevoren besproken. Ja, het is toch een goede keuze. Ja, ja, volgens mij heb ik dat vaak aan je gevraagd. Van, ja, het was het een goede keuze? Was het een goede keuze? Ja. Is het een goede keuze? Ja, tuurlijk. Ja. Oh, dat was lekker spul, man. Kreeg hij toen ook het draadje op zijn hoofd? Was dat dat moment? Nou, toen zei ik ook wel tegen de verloskundige van, we kunnen dan ook mijn vliezen breken, want ik wilde wel graag door. Ik merkte van, liever gewoon dan maar doorpakken en dan ben ik iets meer ontspannen door die morfine. Dus weeën kunnen heftiger worden na dat moment.
Maar ik had best wel angst dat mijn vliezen spontaan zouden breken. En dat dus die weeën nog heftiger werden. En dat ik merkte van, maar ik twijfel of ik dat goed kan handelen. En dat heb ik uitgesproken. En toen dachten we, ja, dan kunnen we ze beter actief breken als ik lekker onder die morfine zit. Ja. Maar dan is ook die spanning eraf. Want ik wou gewoon geen spanning voelen ook. Ja. En toen had hij dus in het vruchtwater gepoept. Ja. Maar ook niet een beetje. Echt wel flink groen. Ja. Bijna zwart. Het was, ja. Ja. Een vreemde kleur. Ja. Ja. Dat was wel. Dat schrok ik wel eventjes. Ja, het was echt wel spannend. Ja. Dat is natuurlijk ook een medische indicatie. Dat was ook wel eentje die we hadden besproken. Dat als het zo zou zijn, zouden we verplaatsen van een thuisbevalling. Dus we wisten ook al daarna van ja, thuis was eigenlijk bij dit verhaal niet passend geweest. Nee. En toen ben ik gewoon... Dat vond je echt top. Zo, lekker man. Ja, ik had het altijd een keer willen proberen. Ja, want je was echt niet meer aanspreekbaar voor mij. En ineens vroeg je ook, hoe gaat het met Brent? Is alles goed met je moeder en Brent thuis? En ja, het was gewoon weer lol. En ook met Leslie ging je toen even praten. En, ja, je zag het even weer zitten allemaal. Ja, ik was weer een beetje op aarde. Ja. Ja, ik was echt door die weeën, ik was er niet. Wat ook prima is hoor, dat is natuurlijk de manier om ermee om te gaan. Maar het was wel lekker om even te landen. Ja. En de verloskundige wisselde, toen kwam de nachtdienst. En toen heb ik wel aan haar gevraagd van, kan je nog een keertje kijken? Want toen dacht ik, ja, we hebben vliezen gebroken. Ik heb een uur gechilled op morfine. Ik zal nu wel weer meer ontsluiting hebben. En die persdrang kwam. En toen had ik weer 6. Ja, wow, dat was wel echt even een tegenvaller. Ook, maar omdat je al echt zoveel persdrang had. Ik kon het niet meer plaatsen. En toen had ik een soort klein stukje error. Dat ik dacht, ik begrijp niet meer wat ik voel. Met gewoon het proces wat ik ken vanuit kennis en ervaring. En toen kwam er eigenlijk maar één ding in me op. Toen dacht ik, zoveel persdrang bij 6 centimeter. Het is een sterrenkijker. Dus, Soumaya, pak die echo. Ik wil nu een echo. Ik zei, Soumaya, hij ligt in de sterrenkijker. Heb je het gevoeld? Nee, had ze niet gedaan. Hoeft ook niet, was echt onzin geweest. Pak die echo. Nee, ga ik niet doen, zei ze. Zei nee. Dan zei ze, oké. In tranen, oké. Het vond heel knap van haar, want ik ben toch best wel pittig. En zeker in mijn bevalling. En zij kon er wel tegen ingaan. Zij kon echt goed zeggen van, meid, je gaat te ver. Ja. Je gaat het niet doen. Ja. En uiteindelijk had ze ook gelijk, het was niet nodig. Want een half uur later had ik 10 centimeter. Ja, je was op je zij gaan liggen. Ja. En toen ging je van 6 naar 10. Ja, en dat was eigenlijk gewoon instinctief. Dat was niet vanuit kennis dat ik dacht dat gaat helpen als het wel zo is. Maar dat ik merkte van dat is de enige hoe ik het nu even aan kan. Ja. Dus ik ga gewoon zo liggen en dan zien we het wel. En toen had ik eigenlijk al zoveel persdrang dat ik het niet meer kon ophouden. Nee. En toen had ze nog een keer gekeken en had ik 9,5. En toen dacht ik 9,5, dat noem ik 10. Ja. Let's go. Let's go. Dus toen ben ik eigenlijk gewoon op gevoel meteen gaan persen. Maar alles wat jullie zeiden kwam ook niet meer binnen. Ik werd helemaal para van die persdrang. Dat was het enige wat ik echt moeilijk vond. Om te handelen, zeg maar. Het bracht mij zo op een andere planeet, persdrang. Dat ik niks meer hoorde, niks meer... Het enige wat ik kon was gewoon persen. En ook al zeiden jullie probeer te zuchten. En echt, ik begreep het en ik snapte het. Maar zelfs de instructies kwamen eigenlijk niet aan. Ik dacht alleen maar, het zal wel. Ik pers hem eruit. Ik ben klaar. Ik wil niet meer. Ja, en dat was 2:10. Ja. Toen je persdroom begon. Hoe laat is die geboren? 2 uur. Ja, ik heb hem eruit geperst. Als een malle. Ja. Ja, zelfs de geboortefotograaf Leslie was helemaal door overdonderd. Want meestal bij een eerste kind ben je echt al zo'n uur aan het persen. Dus zij stond nog even bij jou een beetje hierachter. En want je had 1 keer geperst of zo. Maar ik zag gelijk al haartjes. Dus ik zat daar een beetje in de gaten te houden. Ik denk, waarom staat ze daar? Daar moet ze niet staan. Ze moet daar staan. Dat kind komt. Dat komt gewoon nu. En op een gegeven moment had ze het ook door. En dan was het ook echt van, oké. Toen ging ze snel handelen en... naar de andere kant van het bed. En toen zag ik dat het door had. Maar ja, 10 minuten persen voor een eerste kind. Dat is echt gestoord. Ja, volgens mij waren het 4 weeën. Ja.
Ja, het grappige is, dat het heeft me echt wel verbaasd. Sowieso, ik perste op mijn zij en mijn been. Jij hield een tijdje mijn been vast, maar ja, ik bewoog best wel veel. Dus dat gaf heel veel druk voor jou en je wilt natuurlijk de been aanpakken. Ja, dat is echt zwaar, ja. Dus dat schoot niet op. Dus dan hebben we mijn been in de beensteun gelegd, dat ik daar met mijn voet ook op kon afzetten. Dat vond ik heel fijn. Ja. En ik lag helemaal met mijn hoofd helemaal verdraaid in het matras. Vond ik ook fijn dat niemand me kon aankijken. Ja, dat kunnen we wel laten zien. Kunnen we een stukje monteren hier tussen. Ik was echt, ik was daar met mijn hoofd in een andere planeet. En dat was eigenlijk heel fijn. Dat gaf heel veel rust. En Soumaya zei nog ook, ga even kijken of je 10 centimeter hebt. Toen had ik geperst. Zei ze, ook zie haar. Je hebt 10. Ja. Ja. Maar ik kon helemaal niet goed voelen met wat ik daar voelde beneden. Kijk, het deed gewoon pijn. Maar Ring of Fire, ik heb het niet gevoeld. Pas toen jullie zeiden, meid, dit is de Ring of Fire. Toen dacht ik, oh, ik ben hier. Oké, nu snap ik het. Ik heb ook niet gevoeld dat hij daar zat of zo. Ik voelde gewoon alleen maar persdrang en pijn. Ja! Ja. Oh, heel goed! Ik heb een korte streng. Leg maar neer. Kijk maar! Jeetje, wauw! Oh. Dan gaan we de kleine even goed afdrogen. Het mondje. Nee, ik zelf doen. Oké. Oh mijn god. Oogjes, vingertjes. En ja, lag alleen maar zo. Ja, het is goed. Ja, nee, dat is mijn kind. Het is goed. Het is prima. Wil je niet kijken? Nee, het is goed. Waarom wel zien uiteindelijk hoor. Yeah. Maar ik voelde die billen en die voeten en dat lijfje zo. Dat ik voelde gewoon precies wat er in mijn buik had gezeten. Yeah. En toen dacht ik, oh, je bent er. Chill. En het eerste wat ik zei, hey, wenkbrauwen. Kijk naar die wenkbrauwen. Het grappige is, ik heb ook helemaal niet ervaren op dat moment dat je me had aangepakt. En dagen daarna in mijn kraamweek vroeg ik het ook nog volgens mij. Ja, je hebt het gewoon aangepakt. Ja. En je wist het omdat je mijn bebloede handen voor je zag. Ja, dat had ik wel onthouden. Zo zie je maar, je hebt echt als bevallende vrouw, je krijgt zo weinig eigenlijk mee. Je bent zo op een andere planeet. Ja. En het duurde denk ik wel 1,5 uur na zijn geboorte voordat ik er was. Ja, ja. Heel dankbaar voor alle foto's en filmpjes. Ik zou nooit zonder fotograaf willen bevallen. Want de eerste dagen in mijn kraamweek, toen ik nog niks had teruggezien, ging ik eigenlijk alle gaten die ik had opvullen met een negatief beeld. Ja. Terwijl het was helemaal niet negatief. En toen ik daarna kon terugzien van, oh ja, op dit moment gebeurde dat. En we hadden een beetje een tijdslijn. En toen dacht ik, oh, maar ik ben met elk stuk heel blij. En ik kijk er heel goed op terug. Maar als je het niet weet, dan word je een beetje bang. En door dat onbekende ga je er een negatief etiket op plakken. Het enige wat ik lastig vond achteraf gezien, want uiteindelijk kreeg hij ook een draadje op zijn hoofdje vanwege de meconium. En ze konden het slecht registreren en ik wou echt continu zijn hartslag kunnen horen. Dus toen ging ik akkoord met dat draadje. Maar ik zei het al tegen de verloskundige van het ziekenhuis voordat ze het zelf zei. Want ze begon een beetje zo heel subtiel van, ja, de registratie is toch niet heel mooi en ik wil hem toch graag in de gaten houden. En toen zei ik, prima, plaats dat draadje maar. Maar dat had ik niet met jou overlegd. Nee. En dat vond ik achteraf toch wel een beetje moeilijk. Ik dacht, ja, dat is toch iets invasiefs. Hè? Dat is niet een kleine beslissing. Dat gaat over hem, dat gaat niet over mij. En ik heb gewoon in een split second gekozen dat ik zei, we gaan het doen, prima. Vanwege eigenlijk mijn eigen spanning over zijn gezondheid. En toch zou ik die keuze weer zo in een seconde maken. Ja, maar het is ook je zonder expertise te overleggen. Maar daarna voelde ik me wel lullig. Ja. Ja, nou, ik heb het niet zo ervaren. En als er iets zou zijn, wordt je al besloten. Wat ik echt niet tof zou vinden, had ik het ook wel gezegd. Dat weet je. Ja. Ja. Vond je het moeilijk dat je dan voor je gevoel niet zoveel hebt gedaan? Ja. Ja, zeker. Toen Leslie er was voor foto's, dacht ik, ja, oké. En nu? Wat kan ik nu nog bijdragen? De podcast draaiende houden. Dat is het. Heel belangrijk. Dat is een goede taak. Je beste vriendinnetje op de hoogte houden. Mijn moeder op de hoogte houden met appjes. Ja.
Nou, maakt uit. Ja, dat stukje met morfine was wel leuk. Toen mocht ik je gewoon ook aanraken. En ja, dat was wel. Ja. Toen liet je het allemaal wat meer toe. Ja. Ik kan morgen weer bevallen. Ik zou het zo weer doen. Maar je zwangerschap? Zo lang spugen? 21. Je bent echt vergeten. Ik ben het allemaal vergeten. Ik zou het allemaal zo weer doen. Ja. Ik zou het echt allemaal zo weer doen. Ja. Ja. Maar ik vind het ook goed zo. Ja, ik vind het prima zo. Ik vind 2 kinderen echt top. Dit is gewoon lekker. Ook wel oppassen dat we nog ons werk kunnen blijven doen. Goed gelukt. Heel goed gelukt. Ja. Dear winter, I hope you like your name. I hope they don't make fun of you when you grow up and go to school, okay? 'Cause winter is a badass name.